SP-fractievoorzitter Erik van Kaathover is er duidelijk over. Investeert 200 miljoen van de NUON-miljarden van de provincie Gelderland in sociale woningbouw. Daarmee lanceert zijn partij een plan met de titel Gelderland bouwt mee. Met het plan wil de SP niet alleen de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten, maar ook de bouw weer op weg helpen en zo de Gelderse economie een duwtje in de goede richting geven. Ja, we willen zo mensen aan een huurhuis helpen, maar tegelijkertijd bouwvakkers aan een baan en zo de Gelderse economie vooruit helpen. Dus in meerdere opzichten heeft het voordelen. Ja, je bereikt eigenlijk met een hele hoop geld, maar voor de nieuwe miljarden maar een bescheiden deel. Want het is maar 1/22 van wat de provincie, die is heel rijk, aan vermogen heeft. Ja. Daar bereik je zo'n 10.000 woningen. We verwachten dat er ook zo'n 10.000 mensen in de bouw, maar ook in aanverwante sectoren ook aan de slag kunnen helpen of dan wel blijven, wat in deze tijd ook al heel mooi is. Ja, dus in meerdere opzichten een positief effect. De SP wil ook investeren in de bestaande woningvoorraad. Op welke wijze moet dat gebeuren? Nou, het gaat zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningvoorraad om sociale huurwoningen. Dat is gewoon onze grens. Dus geen duurdere projecten, geen kantoren of wat voor dingen dan ook. Maar je kunt eraan denken dat verouderde flats, die wat energiezuiniger moeten worden. Maar bijvoorbeeld ook, ja, je moet er misschien nog een flat of een lift in aanleggen, zodat mensen er langer kunnen blijven wonen, ook als ze ouder zijn. Je kunt ook denken aan het platteland. Waar je misschien her en der een leegstaande winkel hebt in een kern waar je iets qua ombouw zou moeten doen. De plannen klinken goed, maar plannen kosten altijd geld. De SP wil dus investeren met geld van de NUON. Alleen dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden. De NUON-miljarden zijn een klein beetje heilig voor de provincie. Hoe denkt Erik van Kaathover daar verandering in te brengen? Nou ja, door met een concreet voorstel te komen wat heel veel voordelen heeft en waarvan we zeggen van nou ja, zo kunnen we de economie verder helpen, maar ook mensen aan huizen helpen. Dat doen we nu als SP. Er zijn ook partijen die komen ongetwijfeld met andere voorstellen. En door de discussie ook aan te gaan in Provinciale Staten van is het nu de taak van de overheid om gemeenschapsgeld op te potten of om te investeren in de samenleving. Je ziet dat steeds meer provincies die zulke bedragen hebben, hè, die NUON of Essent verkocht hebben, dat die inderdaad flink gaan investeren. Overijssel doet het, Limburg doet het, Brabant doet het. Gelderland blijft daar nu nog wat achter, maar ik hoor wel steeds meer politieke partijen, niet alleen de SP, die zeggen van ja, we moeten zeker in crisistijd gaan investeren. Ja, en dat kost geld. Volgens de SP kan de provincie Gelderland hiermee echt een verschil maken. De socialisten hopen dan ook op brede steun van het plan. Wat zal worden ingebracht tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in Provinciale Staten van Gelderland op 26 juni aanstaande. En Erik is positief. Wij denken dat het gaat lukken, omdat het een heel realistisch en concreet plan is wat op meerdere kanten echt voordelen biedt aan Gelderland. En het gaat uiteindelijk ook maar om 1/22 van al die nieuwe miljarden.